Goedenavond en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de quiz 2 voor 12. Dit spel werd vorige week gewonnen door een predikanten-echtpaar. Die zien we dus zo dadelijk terug. En dit zijn hun nieuwe tegenstanders. Inderdaad, goedenavond. Wij zijn de nieuwe tegenstanders. Ik kom zelf gewoon uit Beesterswaag, mag ik wel zeggen. En ik ben 36 jaar. 36? Ja, 36. Ik heb het enorm druk. Waar heb je dan druk mee? Geen idee, daar heb ik het veel te druk voor. En als hobby heb ik uitslapen tot een uur of 12. Dat doe je 's morgens? Dat uitslapen, dat doe ik 's morgens, ja. Nou, tenminste, dat legt er aan. Soms lig ik 's middags ook nog wel eens in tot een uur of 3. Dan haal ik in één keer door. En jij hebt meegebracht? Ik heb hem meegebracht. Nou, hoe was even, dat is eigenlijk andersom, want ik heb hem meegebracht. Hij is met mij meegereden, hij is zijn rijbewijs kwijtgeraakt, nou, omdat hij nog wel eens in de steven... Dat is niet zo interessant. Daar is mevrouw Jongbloed en Joost er niet in geïnteresseerd, nietwaar? Daar zijn we niet in geïnteresseerd. Waarom spelen jullie samen en waar kennen jullie elkaar? Ik ben een kennis van hem, ik ken hem heel goed. Maar mevrouw Jongbloed, waar... Jij mij van ken, waar ken je me van? Ik ken hem van het meerijden, omdat hij zijn rijbewijs is kwijtgeraakt, omdat hij nog stevig wil raken. Dat allemaal niet steeds verteld, dat is er niet tegen. Wij kennen elkaar, mevrouw Jongmoed en Joost, van de kunstgebiedvereniging Doorbijtergeblazen. Daar komen wij, daar halen we ieder jaar halen we daar een nieuw kunstgebied. Ja, dat gaat op leasebasis, gaat dat. Ja, dat gaat op leasebasis. En wisselen jullie ze wel eens uit? Of een kunstgebied. Je kan er hele gekke dingen mee uithalen. Hele bijvoorbeeld, ik heb nou 2 bovengebieden in. En hij heeft 2 ondergebieden heeft hij in. Hè? Ja, nou, dan past het heel mooi. We hebben hetzelfde maat. Dus het past precies, begrijp je wel. Dus we kunnen onderling wisselen. Dan gaan we eens kijken hoe goed jullie in dit tv-spel zijn. Jullie hebben 15 minuten, de volle speeltijd van de eerste ronde. En we gaan daar mee van start nu. Veel succes. Vraag 1. Zoek hem op. Wacht nou even, ze moeten de vraag nog stellen. Ze is nog niet eens begonnen met het vragen stellen. Oh. Ons lichaam, en ook dat van milieuactivisten, maakt bleekwater aan. Maar natuurlijk geen liters per dag. Zoek hem op. Wacht nou even tot ze de vraag gesteld heeft. Zoek hem op. Excuus mevrouw Jongbloed en Joost. Ook namens mij. Steeds meer mensen zijn tegen het gebruik van chloor. Gelukkig kunnen zij de wc ook met andere producten ontsmetten. Veel van die schoonmaakproducten bevatten een antichloor. De alternatieve wc-reiniger bevat vaak het antichloor H2O2. Wat is de naam van die chemische verbinding van antichloor? Is het voor u erg veel werk om de vraag nog een keer te stellen, mevrouw Jongbloed en Joost? Want hij zat er doorheen te praten. Ik heb u dus niet goed kunnen beluisteren wat u zei. Ik ook niet. Ja, zal je ook begrijpen. Ons lichaam, en ook dat van milieuactivisten, maakt bleekwater aan. Ja. Natuurlijk geen liters per dag. Steeds meer mensen zijn tegen het gebruik van chloor. Gelukkig kunnen zij de wc ook met andere producten ontsmetten. Veel van die schoonmaakproducten bevatten een antichloor. De alternatieve wc-reiniger bevat vaak het antichloor H2O2. Wat is de naam van die chemische verbinding van antichloor? Dat is een hele goede vraag. Ja, zeker een goede vraag. Hele goede vraag. De antwoord nog, hè? Ja. Nooit gekeken bij het reinigen van het toilet? Nou, nee, je kijkt zelden achterom of die gelukt is. Dat geloof ik wel. Je trekt hem door en laat maar gaan, hè? Je gaat niet helemaal met je kop in die pot zitten kijken waar hij blijft of zo. Wat doet u meestal, mevrouw Joosten? Ja. Ik laat hem even liggen. Oh, u laat hem even liggen voor die gezien. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, ik ga hem ook even laten liggen. Natuurlijk, we zoeken hem op. We halen hem op, zoeken. Ja, zoek hem op. Wacht even. Ik vind het echt. Zoek. Links. Kijk. Het antwoord is... Ga je gang. Ja. Mag ik het zeggen? Ja, natuurlijk mag je het zeggen. Daar zit je hier. Waar zit je hier nou anders voor? Ja. Zeg het. Kom op. Wat is het antwoord? Ik heb als antwoord wc-eend. Wc-eend. Waar slaat het nou op, wees? Dan kan je net zo goed zeggen, kipcaravan. Dat slaat ook nergens op, wc-eend. Het is toch wc-eend. Oké, nou, we zeggen wc-eend, maar het is niet goed. Het is niet goed. Het is fout. Vraag 2.
Is een wigwam de kleurige, door nomadische indianen gebruikte kegelvormige tent met een rond of ovaal oppervlak en een rookgat bovenin? Nee. Maar hoe heten dan de tenten die abusiefelijk wigwam worden genoemd? Ik zoek dat weer op. Wacht even, ik ga Nou, wacht even, dat weet ik wel. Dat hoeft niet opgezocht te worden. Dat is hoe heet die tent? Dat is de impotent. Jullie hebben nog 2 minuten. Voordat we aan het woord moeten beginnen. Dan mag we wel een beetje tempo gaan maken, ja. Johan. Dus zullen we een beetje tempo maken? Ja, we tempo maken. Maar, gaan we. Oh, wat gaat er hard. Dat was de laatste vraag. Oh, de tempo, zeg. Ik ben er mogelijk van. Oké, dan nou, je mag aan het woord beginnen. Gaan we aan het woord beginnen? Ja, dat wordt moeilijk. Ja. Ik dacht de... Avond 2, die is vast goed. Avond ja, die twee, moet, ja, die moet goed zijn. De avond 2 vind ik best. Is inderdaad goed. Ah. Ja. Die komt terecht op 6. Oh. 6. De O van 11. Over 11. Ja, en de O van 1. Over 1. De O van 1. Over 1. Hoe lang hebben we nog? Hebben we nog half tijd? Minuutje. Half minuutje. Redden we makkelijk. Dan komt, ik heb jouw gebit in dat praten vermoeilijken natuurlijk. Oh, dat willen we van gebit wisselen dan. Als jij mijn gebit nee, weer in we doet, dan tijd. Mag we mij moeten niet doorgaan. Kom op, we moeten doorgaan. Moeten doorgaan. Doorgaan. Houd op je kop even, ik zit te kijken. Als water uit de kraan, kunnen jullie door een waterkraan. Wij kunnen door een waterkraan. Stop nou even met de gebladen tussendoor. Nog 10 seconden, jongens. 10 seconden. Doe dan maar de O van 6. Over 6. Mag die radio uit? En dan komt dat treurige muziekje. Oh, ik denk met de radio zit het mee. Zie je hem nog niet? Welke lettergrepen zien jullie wel? Nee. Ja. Het kan van alles zijn. Ja, nee, wacht, ik zie het wel. Het is ajo. Wat is er? Word je niet goed? Word je niet lekker? Nee, dat is het woord hier. Ajo. Wat is nou ajo? Wat is dat dan? Dat is een Zuid-Afrikaanse loopvogel. Zuid-Afrikaanse loopvogel. Jongens, wat is dit nou jammer? Ja, heel jammer. Het is heel jammer. Het lijkt heel sensationeel snel te zijn. Heel bekend. Dan is het net. Jammer. Jammer. Heel bekende loopvogel. Zeker. Dat betekent dat we de volgende keer weer 4 nieuwe spelers krijgen. Jullie krijgen alleen maar van mij de 2x12 thuisspelboekjes. Niks afleks. Die boekjes, wat doe je? Helemaal niks. Geen cadeaus, niks. Geen boekje, alleen zo'n boekje. Ja, mooi, zo'n boekje. Dat hebben jullie allemaal niet. Kutboekje.